De klas is heel druk. Ze willen naar buiten. Even rust. We gaan zo naar buiten, jongens. Gaan we nu gelijk naar buiten? Nee, Pelle, we gaan niet gelijk naar buiten. Waarom kunnen we nu niet meteen naar buiten? We gaan zo meteen naar buiten. Maar ik wil nu naar buiten. Als jullie zo doorgaan, mogen we helemaal niet meer naar buiten. Ik wil echt heel graag naar buiten! Wat is er nou belangrijker om aan ons te vertellen dan naar buiten gaan? Ja, maar weet je dan in welke teams je zit? Laat ons gewoon naar buiten. En de grensrechters zijn Willem en Niels. En de scheidsrechter is Friso. Dan kunnen we nu naar buiten. De opstelling wordt al gemaakt. We wisselen om. Hij besluit om naar binnen te gaan om wat huiswerk na te kijken. Buitenspel! De grensrechter ziet het ongeluk van dichtbij gebeuren. Hé, hey, meester! Wat is er gebeurd, jongens? Wat is er gebeurd? We moeten de ambulance bellen. Ja, er liggen hier twee kinderen en die zijn heel tegen elkaar gebotst. En wij denken dat ze hun been hebben gebroken of iets anders. Willen jullie zo snel mogelijk komen? Alle aandacht gaat naar het meisje. Snel, kom helpen! Kijk wat er aan de hand is! Hier ligt er ook een! Hier ligt er ook een! Medewerkers van de ambulance tillen het meisje mee naar de auto en laten de jongen op de grond liggen roesten. De kinderen kunnen niet geloven wat ze zien. Hier ben ik het niet mee eens. Hij moet ook geholpen worden. Hij wil de kinderen beschermen. Ze zijn aangekomen bij het ziekenhuis. De dokters gaan gelijk kijken wat er aan de hand is. Wat is er gebeurd? Ik heb een botting gehad. Auw, met voetballen. Volgens mij is het gebroken als ik het vrees. Hoe is het gebeurd dan? We zagen elkaar niet. Toen knalden we tegen elkaar. Auw, aan. Rustig. Dan doen we even klemmetjes. Hoe lang moet het dan in het gips? Nou, ik schat ongeveer 3 tot 4 weken. Dan zal het wel goed komen. Alle meisjes worden geholpen en er worden mensen op de lijst gezet om behandeld te worden. Wat ze niet weten is dat ze bezoek krijgen. Er is iemand bij de deur. Ben jij geholpen? Wij zijn van de kinderbescherming, ik ben Marijn. Ik ben Sam. Waarom dan? Nou, jullie hebben alleen maar het meisje meegenomen en niet de jongen. En die het ligt er nu nog steeds. Oké, dan gaan we mee naar binnen. Joyce gaat naar haar collega's om te vragen of zij iets weten. Collega's van Joyce komen er ook bij. Waarom hebben jullie alleen het meisje meegenomen, niet de jongen? We wisten niet dat er nog iemand was. We dachten alleen het meisje, maar er was dus blijkbaar nog een jongen. Ze lagen naast elkaar. Het spijt ons en we kunnen hem meteen ophalen en hij kan meteen terecht bij ons in het ziekenhuis. Nou. Nu de kinderbescherming is opgedoken, kan de jongen ook worden opgehaald en geholpen worden. De ambulance is als een speer vertrokken om de jongen ook op te halen. De dokters helpen nu ook de tweede slachtoffer. Hij heeft veel pijn. Hoe is dat gebeurd dan? Weet niet, ik zag het niet goed. Nou, nu kan het gipsje wel omheen. Leg het hulpbeen maar even omhoog. Zo. Hoe lang duurt het eigenlijk? Waarschijnlijk duurt het 4 of 5 weken. Op school houdt de meeste de kinderen op de hoogte van het incident. Het is wat anders gelopen dan gepland, want er is natuurlijk een ongeluk gebeurd, maar alles is nu weer goed. Maar hoe gaat het nu met Jarno en Lotte dan? Ja, het gaat veel beter met ze. Ze hebben een verband van hun enkel gekregen en ze moeten nog 2 maanden met de verband omlopen. De laatste schooldag was iets anders verlopen dan verwacht, maar toch nog tot een goed einde gekomen. We mogen naar huis, jongens. De vakantie is begonnen. Ik tel van 3 naar 0 en op 0 mogen we naar huis. En dan is de vakantie begonnen. Oké, 3, 2, 1. Zij gaan letterlijk en figuurlijk rustig hun vakantie in. Zonder al te veel haast. Jan heeft uit zijn raam alles zien gebeuren. Hij had de kinderbescherming gebeld. Hey, weet je wel of het allemaal goed gekomen is met die kinderen? Ja, zeker. Ze hebben er nog wel last van hun been. Alleen zit er verband omheen. En jongens en meisjes hebben gelijke rechten. Ja, tuurlijk.